vandaag een hele bijzondere knoop maken. De Zelda Triforce knoop. Voor de mensen die bekend zijn met Link en Zelda, komt deze goed bekend voor. We gaan meteen aan de slag. Het is in ieder geval een knoop wat heel veel stof verbruikt, dus hou daar rekening mee. Ik heb nu al een stropdas wat 10 centimeter langer is en zelfs dan kom ik gewoon ruimte tekort. Dus je ontkomt er bijna niet aan dan een trui of een vest te dragen. Laten we starten. Beginnen. Ik heb de brede zijde aan mijn linkerkant, dunne zijde links. Ik ga dunne zijde over rechts, achterlangs door. En ik haal hem door het midden. Ik ga naar de linkerkant toe. Vervolgens ga ik midden langs. En haal ik hem hier achterdoor. En wat ik nu wil krijgen is dat ik hoog bovenin aan de linkerzijde uitkom. Ik ga achterlangs. En nu ga ik via de voorzijde. Ga ik zo hoog mogelijk ook weer terug hier naartoe. Wat ik nou ga krijgen is dat ik voorlangs zo hoog mogelijk dit gedeelte horizontaal neem. Dan ga ik achterlangs door naar de voorzijde. Dan ga ik achterlangs door. En haal ik hem hier aan de voorzijde langs. Dan krijg ik dus een laatste slag. Waarmee ik hier voorlangs ga. Zodat ik de drie hoeken heb. En dan komt het lastigste gedeelte. Dit ga ik hier achter deze lus kwijtraken. Dit gedeelte een klein beetje ruimte open maken. Dat ik hem daar doorheen kan halen. Aansluiten, aantrekken. Dit gedeelte achter mijn kraag. Vervolgens gaat je kraag omlaag en heb je hiermee de Zelda Triforce gemaakt. En zo krijg je een Zelda Triforce. Ik hoop dat je het de moeite waard vindt. Laat me wel weten wat je van deze knoop vindt. Veel succes ermee. Mocht je hem knopen, stuur me dan vooral een foto in. Laat zien wat jij ervan hebt gemaakt. Wil je meer knopen zien? Abonneer je op mijn pagina. En mijn naam is Channel Vermas. Ik zie je graag terug.